We zijn hier vandaag in Holten, aan de Dorpsstraat, bij het hek waar alle BH's hangen, voor de actie Holten tegen borstkanker. Vandaag zal Willy Veneklaas zijn check overhandigen aan de dames van Pink Ribbon. En wij zijn erg benieuwd hoeveel geld er is opgehaald. Nou, daar komt ie, Robin. Ja, ik ben echt ontzettend trots en ook blij natuurlijk dat ik nu de check aan mevrouw Balgewind en Ingrid Onbekend van Pink Ribbon mag overhandigen. En wat staat er op? 19.290. Ja, dit is wel iets waar je even stil van wordt. Allereerst heel fijn om hier te gast te zijn. Het voelt als een heel warm welkom op deze toch wel een beetje koude eerste novemberdag. Maar we zijn heel erg dankbaar voor deze enorme grootsheid eigenlijk waar deze actie op uit is gelopen. Want aan het begin was het vooral ludiek en leuke manier om aandacht te vragen voor het thema borstkanker. Wat wij natuurlijk altijd heel erg fijn vinden, want dat is nog steeds heel erg nodig. Maar nu met zo'n mega bijdrage kunnen we echt heel veel doen. Wij gaan het gebruiken om borstkankeronderzoek te financieren. Waarbij wij met Pink Ribbon altijd een focus hebben om te kijken naar die gepersonaliseerde aanpak. Zoals je hier ziet met al die verschillende BH's, geen één vrouw is hetzelfde. Dat geldt ook voor borsten, die zijn niet allemaal hetzelfde. Dus wij streven naar zoveel mogelijk een gepersonaliseerde aanpak. Screening van behandeling, eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Dus we kunnen het heel goed gebruiken. Heel veel dank, Holte. Namens Linda en Indira. Nou ja, voor u staat toch een hele trotse burgemeester van Rijzenholten. Want het is echt geweldig wat hier gebeurd is. Een half jaar geleden stonden wij hier met elkaar, ergens in april. En ik moet eerlijk zeggen, toen vond ik al heel hartverwarmend wat ik allemaal zag. Maar als ik heel eerlijk ben, had ik niet verwacht dat we aan het eind dit prachtige bedrag over zouden mogen houden. Dus ik vind dat echt een groot compliment waard. Van AH naar BH en terug. En terug, dat komt steeds dichterbij, want we werken hard aan de benodigde vergunningen. Ik heb begrepen dat jullie daar wat meer moeite mee hadden om die vergunningen aan te vragen en zo, hè? Dus ja, aangezien het een illegaal spandoek is, stel ik voor. Iedereen is er. Dankjewel. Nou, daar gaat hij dan, hè? Oh. Ja, alles komt aan het einde. Dankjewel.